is zaterdag en Jordi en ik zijn aan het wandelen. En het is aan het sneeuwen. Amazing. Ik ging net koffie drinken met mijn broer en zijn vriendin. En opeens werd het een Winter Wonderland. Geweldig! Het is heel gezellig. Hey Jorski. We zijn inmiddels weer thuis en we hebben de gordijnen de hele tijd open om te zien hoeveel het precies sneeuwt. Het ziet er toch wel heel cute en sprookjesachtig uit. Verder hebben wij een nieuwe Beamer binnen. Ik ben echt de grootste fan van Beamer Live ever. Als je bijvoorbeeld geen plek hebt voor een tv of je houdt gewoon van heel groot kijken, wie niet, is het echt het allerleukste wat je kan doen. Films kijken, series kijken, het maakt het gewoon zo spectaculair en ik zou het nooit meer zonder willen. En nu hebben we een variant die er ook wel echt mooi uitziet in het interieur. En dat is ook wel eens leuk. We hadden deze aan Miko. En nu hebben we deze. Oh. So pretty. En veel kleiner. Ik ben op kantoor en we zijn het jaar lekker aan het inwijden met 3 brainstorms deze week voor Atelier. En deze eerste vandaag gaat over nieuwe producten die we in een ideale wereld het allerliefste zouden willen lanceren. En daar maken we dan een steeds realistischere soort van vertaalslag van met wat is nou haalbaar binnen ons budget en binnen de mogelijkheden, waar weten we genoeg van. En vervolgens ook wat zouden dan actiestappen kunnen zijn. Heel leuk om aanwezig te zijn. Jordi heeft bedacht dat iedereen een unicorn idee moet inleveren. Dus wat is jouw beste idee, Jor? Mijn is de portemonnee. Joehoe! Een portemonnee. Iedereen gebruikt het. Iedereen heeft het nodig. En het is toch iets wat je elke dag al eventjes door je handen laat gaan. Dus het is leuk als het leuk is. Smile. Top 10 aan het samenstellen. Sommige dingen zijn we ook al echt mee bezig. Dus popsockets, planners, dat soort dingen. Die we ideaal gezien zouden willen maken. Isom is nu klaar en nu ga ik kijken naar waar onze designer zit met nieuwe zomerse koorden waar we al een tijd mee bezig zijn. Oh, let niet op die spullen die en de opslag moeten. En daarna ga ik 's avonds de brainstorm voor morgen voorbereiden. Die gaat helemaal over social media. En ook wel over wat we met en voor onze community willen doen. Dus kunnen we op een bepaald moment in het jaar iets teruggeven of doneren of iets voor een goed doel doen samen met ons kleine team en dat soort dingen. En ook hoe kunnen we groeien op socials. Met wie willen we misschien samenwerken? Moeten we daar kijken of we daar een kleine fee voor vrij kunnen maken, dat soort dingen. Ik ga nu nog een call met Lena doen. Over een videoproject met Nespresso. En oh, ik probeer dit open te maken met 1 hand. En wat nieuwe aanvragen volgens mij heeft. Ik heb dus mezelf voor kerst getrakteerd. Onder andere ook op deze. Wat zijn het? AirPods of EarPods? Dat weet ik nooit. Maar ik moet er wel echt super aan wennen. Ik heb ook deze grote piercing eruit moeten halen, want anders bleef ze niet zitten. Maar ik denk dat het tijd was. Dus het deed ook steeds pijn bij het slapen. Echt heel annoying. Dus misschien wel tijd voor wat nieuwe leuke piercings als de shops weer open mogen. Helemaal leeg hier. Echt mooi dat deze boom hier nog staat. En al die ballen hangen er gewoon en niemand steelt het. Dat vind ik zo chill. Zo cute. Je
Jodie en ik hebben net onze 10.000 stappen weer behaald. Ik zeg weer, maar voor mij is het eigenlijk al anderhalve week geleden dat ik het had. Hij loopt nog wel best goed. We zijn lekker naar buiten geweest en we lezen steeds over een avondklok. Dus zolang je nog even frisse lucht kan halen 's avonds buiten, doen we dat lekker. We hebben vandaag de tweede brainstorm die heel erg gaat over wat we online doen op Instagram. Hi Joski! En we gaan nu even 3 deuren verder bij onze vrienden Mark en Jess langs om een offerte door te nemen van de aannemer van ons nieuwe huis. Want die is echt in een soort abracadabra taal naar ons opgestuurd. Joris zegt nu dat hij een mail heeft. Hierbij even snel een korte update. In de komende dagen zullen de eerste uitnodigingen voor de oplevering worden verzonden. Oh. Hierbij zullen de eerste woning opgeleverd worden in week 6. De exacte planning wordt op dit moment nog verder uitgewerkt. Spannend. Maar ja, wij zijn niet de eerste woningen. Nee, maar dat gaan we wel. Excitement! Staand werken. Dit is het nieuwe werken. Het werkt niet zo snel. Je kan er ook met één hand, maar ja. Wel goed voor het rugje. Aangeraden. Lekker. Goedemorgen. Ik ga straks met Valentien wat oefeningen doen. Onder andere voor RSI-klachten. En omdat het heel fijn is om te blijven bewegen. Dus ik ga alvast in sportpak naar werk. Even mijn sportleiding zoeken. Zo wennen om uit bed te gaan als het nog zo donker is. Ik hoop dat het snel lente wordt. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik ben weer op kantoor. Verder ga ik nu heel even buiten een rondje lopen met Jordi. Want mijn hoofd zit even vol. Dus een kwartiertje buiten kan dan vaak even weer een opfrisser zijn en even een verschil maken. Ah, Joski, wat heb jij vandaag allemaal aan? Ik heb een muts aan. Een muts van Arket. Jij zit helemaal in deze lumberjack vibe, hè? En ik heb een Samsu lumberjack vibe. En heel een leuk. Broek, een Arket shirt. Oh, leuk. Sokken. Leuk. Fans schoenen. Ik vind dit wel een toffe outfit. Thanks. We zijn al lopend de offerte van de aannemer aan het doornemen. Het zijn toch dingen die je dan weer in je opkomen als je aan het wandelen bent op de een of andere manier. Alles lekker te stromen, hè? Zo is het maar net. En we hebben bijvoorbeeld een kelder die we bij de woning willen betrekken. Wat nog best wel een constructief geheel wordt. Want we moeten een gat maken in de, hoe heet dat, steunvloer? Zwaar bewapend betonnen vloer. Dus echt door staal heen en weet ik wat. En nieuwe stalen balken en constructies plaatsen die het hele pand kunnen dragen. Maar dan krijg je er wel veel vierkante meters bij. Maar het kost natuurlijk hartstikke veel geld. Maar en gewoon veel gedoe. Dat maakt ook dat we echt wel in plaats van bijvoorbeeld 1,5 maand meteen 2,5 maand nodig hebben. Omdat we toch nog een paar van dat soort dingen willen doen. We hebben wel net besloten dat we die muren en plafonds bijvoorbeeld nog niet laten stukken, omdat dat ook gewoon heel veel geld kost. Inmiddels zijn Jor en ik bezig met de inkoopplannen voor 2021, hoeveel we moeten laten maken.
Hi Job. We laten onze hoezen en cases en alles allemaal zelf produceren. En de aantallen zijn best wel een gok, want we hebben iets van 13 verschillende iPhone-maten. En we hebben nu ook biodegradable cases. Dus hoeveel laten we dan van wat maken? Hoeveel biodegradable? Moeten we nog nieuwe modellen toevoegen? Dat soort dingen. Er komt een lila case aan. Maar ja, hoeveel koop je dan in? Want daar hebben we nog niks mee getest. Ik had hem eerst ingezet voor eigenlijk alle verschillende 12 modellen. En 2 11 modellen, maar dat loopt het zo erg op. Qua kosten. Ja. En als ik kijk, maar dit zijn de bio's, die langere titels. Mm-hmm. Daar hadden we 200 per stuk van ingekocht. Dus daar hebben we nog niet heel veel van verkocht ook. Dus ik denk dat het onzinnig is om ook zoveel. Maar die zijn toch al bijna uitverkocht? Ja. Deze. Al hijgend en zwetend aangekomen bij Valentien, die mij op afstand wat oefeningen gaat, ik zou ze willen zeggen leren, maar het is meer een kwestie van drillen, om vooral ook rug, schouder, nekpijn te verlichten en een beetje sterkte en fitheid te behouden in deze lockdown. En gewoon ja, een beetje lekker in het veld te blijven zitten. Dat doen we natuurlijk op afstand en dat mag gelukkig nog. Thank God. Ik weet niet voor hoe lang, maar dat is in ieder geval heel fijn. Ik dacht, ik ga gewoon een stukje filmen van hoe ik dat doe. Ik ben ook een nerd geweest, want ik begon met voor enkel- en beengewichtjes. En nu heb ik een enkel gewichtje om. Ik ga gewoon elke keer weer verder. Dus ja, natuurlijk. Oké, we beginnen lekker met de biezen. Knieën liggen boven. Lekker, ja. Armen goed in je zij en je ademt uit omhoog. Gewoon een soort van trapleuning, maar het kan ook aan een deurklink bijvoorbeeld. Oh ja. Als je gewoon deur dicht zit, dan ga je adem je uit naar voren. En je houdt je buik aangespannen. Juist. Jij bent helemaal zeg maar. Het is buik en rug toch wat jij hebt. Ja. Heel goed, heel goed. Nice! En een beetje schouders zelfs erbij. Ja, oh ja, ik trek mijn linker schouders steeds op. Precies, ontspan je schouders. Heel goed. Adem uit van je af. Thuis en we kijken de inauguratie van president Biden en de eerste vrouwelijke vice president. Wat een moment. Echt emotioneel en bijzonder en eindelijk zijn we van Trump af als wereld. Oh my god. Wat een moment. Het is prachtig om te zien. Echt wel emotioneel. Een gezonde maaltje gemaakt van pompoenwortelsoep. Met tempeh en wat koriander. En dat gaan we nu aan tafel opeten. We hebben zoveel voor de tv gegeten de laatste tijd. Of de beamer dan. Dat we het even anders moeten doen. Ik heb zelfs kaars aangestoken. Cuteness. We gaan wel denk ik weer over het huis of over werk praten. Maar dat is gewoon hoe ons leven nu is. Het is inmiddels 11:50 en ik ben nog met de boekhouding bezig. Ik ga denk ik nog een kwartier door of zo. Ik wil even één kolommetje van mobiele telefoonkosten aftikken. Dan is dat ook weer uit mijn systeem en dan is een soort van dat thema weg. Dus ja. Weer een doel voor dit jaar: beter worden in mijn bonnen en facturen. Please, please, please. Ik kan dit. Het scheelt wel dat ik bijna nergens kom, dus ik heb gewoon bijna geen uitgaven zakelijk. Geen bonnetjes, geen koffieafspraken, dat soort dingen. Dus dat is wel top. Niet voor de economie, maar wel voor mijn boekhouding skills. Goedemorgen. Ik heb in de ochtend lekker uitgeslapen, ontbijt gemaakt en een beetje gewerkt. En ik ga nu even buiten wandelen met Kim. Op een afstandje buiten even een rondje wandelen is toch echt wel nog steeds heel gezellig. En we gaan even langs Kim's nieuwe huis lopen. Want die gaat bijna precies tegelijk met ons verhuizen. Eigenlijk iets eerder. Ze is nu al lekker aan het klussen. Wie hebben we daar? Hij twint. Woep, woep.
Ben ik in het hoogsten? Ja, dit is echt het hoogsten. Heel erg hotellerig. Kleurtje, heel mooi. Staan hier iets te kunnen koken. Zielig, hè? Ja. Dat is wel zielig. Hey guys, even een badkamer-update. Ik heb net dit tasje opgehaald bij Vanity, de salon van Charlotte, waar ik al heel lang kom, omdat ik mijn eigen uitgroei ga bijverven. Ik vond het een hele slimme en leuke oplossing om in de lockdown toch je uitgroei in ieder geval een beetje fatsoenlijker te krijgen. Dus ze hebben een soort corona-proof takeaway pakket waarmee je zelf thuis je uitgroei verft met dus je verf die ze precies mengen volgens de code die je altijd hebt. Een kwast, een cape en handschoentjes. Dus ik ga aan de slag. Dit is de eerste keer in mijn leven dat ik mijn haar zelf verf, dus ik weet eigenlijk niet hoe het moet. En ik ga gewoon wat proberen. Ik denk dat de strategie gewoon wordt dat ik vooral de uitgroei ga doen. En dan bijvoorbeeld met een kam nog alles ga verdelen ofzo. En dan de laatste 10 minuten het hele haar nog meepak. Zodat die kleur ook weer wat intenser wordt. Want het is nu best wel licht geworden. Ik ben ook al wel een beetje klaar met deze kopertint. Maar ja, daar is nu natuurlijk weinig aan te doen. Als ik nu foto's van mezelf zie dat ik blond was, denk ik wel, oh, dat mis ik ook wel. Oké, ik ben helemaal ingepakt als een superheld. Ik heb deze gloves aan die ik eerst echt 5 keer verkeerd omdeed. Top. Ik heb een sporttop aangedaan omdat ik dan de handschoenen een beetje in die strakke mouw kan steken. En dan schuiven ze niet zo, was mijn theorie. En omdat het minder erg is als er daar toch iets vies van wordt. Hoe ga ik dit nu doen, jongens? Hier ook een bakje met spul, maar dat moet ik denk ik nog mengen, hoop ik. Ja, misschien, misschien maar gewoon bovenop beginnen of zo. Oké, daar ga ik mengen. Ik weet echt helemaal niet hoe ik moet eigenlijk. Misschien moet ik nog even een YouTube tutorial kijken ofzo. Het belangrijkste is natuurlijk dit gebied bovenop. Oh my god. Ik mis de kappers. Even kijken, hoe ga ik dit doen? Alles eigenlijk zo van voor naar achter doorgelopen. En ook geprobeerd van boven naar onder nog een keer door te lopen met de handschoen. Ik heb geen idee of het aan de achterkant goed is gegaan. Maar het zit er nu aan de bovenkant in. En de laatste
10 minuten doe ik het ook nog in de onderkant. Die hoeft minder fel geverfd te worden. Daar gaat het natuurlijk niet om uitgroei. Ik vind het best wel spannend eigenlijk. Ik had me misschien iets beter in moeten lezen. Maar dit was weer een impulsieve actie. Toch ziet het er niet gek uit op zich. En nu, dit zit er nu 3 kwartier in ongeveer. En ik ga nu de rest van mijn haar ook met verf door. Even bedenken hoe ik dit ga doen. Ik denk gewoon van onder naar boven. Ja. Oh my god, ik vind het zo spannend. Zorg dus ook dat je van die handige clips bij de hand hebt. Het liefste natuurlijk die ook nog pies mogen worden, maar vooralsnog gaat het goed. Sorry voor al het geritsel. Alles zit erin. Ik heb het even doorgekant. Dat doe ik met de Tangle Teaser. Dat is een borstel die speciaal ontwikkeld is om door nat haar te kammen. Dat vind ik zelf echt een hele fijne borstel. Ik hoop dat hij niet helemaal onder de verf zit nu. Ik heb mijn haren net gewassen en even droog gefeund. En ik ben nu een beetje aan het stylen. Het lijkt wel goed uitgepakt te hebben eigenlijk. Alleen heb ik hiervoor een paar plukjes die niet helemaal goed zijn gepakt. Dus ik ga zo kijken of ik dat nog met een laatste restje verf op kan lossen. Wat nog een beetje op de kwast zit. Ik denk het wel. Maar verder vind ik het eigenlijk heel goed gelukt. Al zeg ik het zelf. Ik bedoel, het is natuurlijk nooit zo mooi dan als ik het doe als wanneer Charlotte het doet of iemand anders. Maar het is een goed alternatief. Ik dacht het gaat nu echt helemaal op mijn voorhoofd zitten. En dit gaat helemaal oranje worden of vlekken of onregelmatigheden, maar dat is tot op heden nog niet gebeurd.